Het ministerie van Binnenlandse Zaken bestaat vandaag 70 jaar. Het toen geheten Departement van Binnenlandse Zaken werd per landsbesluit van 3 augustus 1951 houdende indeling van departementen van algemeen bestuur ingesteld. Dit departement heeft vele mannelijke als ook vrouwelijke ministers, onderministers en directeuren gekend. Minister Brontos Omohardjo zegt dat een werkgroep wordt geïnstalleerd om het jubileumjaar te gedenken. Expulsions geven. Ze willen een barbecue cook-out doen wanneer de COVID-situatie toelaat. Dus we beginnen pas vandaag met gedenken. Wat dit voor mij betekent, ik ben net een jaar als minister. Het moederministerie van de overheid is in een transformatie naar een digitale overheid, een excellente overheid, een excellente ministerie. Dus ik ben blij dat ik deel mag uitmaken van de groep Pisanen. De groep Pisanen is weliswaar groter, bijna verdubbeld met 4.000 mensen ten opzichte van een aantal jaar geleden. Maar daar zijn we ook oplossingen voor aan het zoeken. We denken na om dependances te zetten in de verschillende districten. Want wat ik al eerder zei, het ministerie is heel groot, veelomvattend. Pensioenen vallen eronder, onderstand valt eronder, het sociaal zekerheidsstelsel valt eronder. CBB valt eronder, de kustwacht valt eronder, het hele overheidspersoneelsbeleid. Dus ik denk dat het goed is om dependantie te zetten bij de verschillende districten. En zo kunnen we ook gebruik maken van ons overvloed aan ambtenaren, om het maar zo uit te drukken. Somohardjo geeft verder aan dat het ministerie vergevorderd is met het digitaliseren van het ambtenarenapparaat. Daarbij zal binnen 3 weken het e-loket worden geopend, zegt de bewindsman. Dat betekent dat de mensen, de bedrijven die CBB-stukken nodig hebben van hun klanten, die kunnen dat dan via ons doen, zodat de klanten niet meer in de rij hoeven te staan, maar dat de bedrijven dan via ons informatie kunnen opvragen. We willen binnen 3 tot 4 weken starten met ons personeels digitale systeem, PUTUS. Wij gaan het eerst hier bij PISA lanceren en dan overheidsbreed. Dan zal je zien dat het veel makkelijker opvragen is van informatie voor het personeel en door het personeel. En natuurlijk iets heel belangrijks. Wij staan aan de vooravond van de public sector reform. Het broodnodige hervormen van de overheid. Dus wij zijn bezig. We staan niet stil, staan nooit stil. Maar vooral met het hervormen van de overheid gaan we een zware job tegemoet. Maar ik geloof dat met de deskundigheid wat we hebben op PISA, de enthousiasme wat er is bij PISA, dat we heel veel kunnen bereiken. Minister Brontos Omohardjo geeft aan dat het ministerie met andere bedrijven zal samenwerken bij de opzet van het e-loket. Dit om het voor de samenleving makkelijk te maken en dat zij voor belangrijke stukken niet in rijen hoeft te staan.